Dames en heren, vandaag hebben wij nieuws voor jullie. Wij zijn namelijk gestopt met YouTube. Wij zijn vanaf nu fulltime makelaar. Yo, let's go, bro. Yo. En wij stralen alleen nog maar klasse uit. Ik drink mijn whisky. En we gaan vandaag voor jullie even een filmpje opnemen. Want ik vind het nog wel leuk om erbij te doen. Dus nu dan even een filmpje. Maar ik verdien mijn poen nu als makelaar. Vandaag gaan wij iets leuks doen. Wij gaan vandaag naar huizen kijken. Naar compleet willekeurige huizen in Nederland. En wij moeten gaan raden hoe duur dat huis is. Dus je hebt bijvoorbeeld een rijtjeshuis in Amsterdam. En een rijtjeshuis ergens in Groningen. Nou, er zit een bizar verschil in. Dat geluk moet je zeg maar hebben. Je mag alleen naar de foto's kijken. En that's it. Dus De winnaar moet voor de verliezer een huis kopen. Nee, wacht. De verliezer moet voor de winnaar een huis kopen. Ik kan wel zo'n huis voor je aftikken als ik dat wil doen. Dat zou zeker. Ja, ik begin ondertussen een beetje tipsy te worden van die whisky. Ik vind het niet erg. Weet je wat? Ik begin. Doe je ogen eens maar dicht. Ik ga gewoon een beetje naar beneden scrollen. Ik zie allemaal willekeurige huizen. Hoppakee, ik heb er eentje. Dit is het huis. Yeah. Ik laat hem gelijk zien. De laatste foto moet je niet laten zien, want dan zie je de prijs. Alright, Wat is jouw eerste indruk? Nou, een beetje een buitenste ring van een stad misschien wel. Het is zeker buitenring van een stad, ja, okay. Zeker niet het binnengedeelte, duurdere gedeelte. Matige woonkamer. Voor zo'n rijtjeshuis is het redelijk groot. Mooie keuken, beetje gekke mozaïek op de muren. Probeer een beetje de ruimte in te schatten, hoeveel ruimte het is. Hoeveel vierkante meter, dat is erg belangrijk. Dit is, dit zie je op het blote oog zo, dat het 120 vierkante meter is. Oké. Ja. Duidelijk. Ik heb niet eens alle kamers gezien, maar dat hoor je gewoon als makelaar zijnde te weten. Nou, je krijgt een beetje, dit is misschien wel heel belangrijk. Een soort bar buiten. Dit is misschien wel belangrijk voor de prijs. Dit is minimaal 30 koppen bij. Minimum. Let heel goed op de foto's. Hé, wat? Is dit? Nee. Ik dacht heel even dat dit Groningen was, maar nee. Alright, ik denk, het is wel in een stad. Steden zijn duur. Ja. Ik denk 3 ton. Het was niet heel... Nou, misschien wel als het Amsterdam is, maar dit is geen Amsterdam. Dit is Zwolle of zo. 3 ton. 320.000 euro. 320.000. Dat is je laatste... Ja. Dat is... 320. Je ziet een tram over het hoofd. Die heb je niet in veel steden. Echt niet? Dus nee. Rotterdam, nee, Amsterdam? Die heb je... Dat is... Nou, ja. En Utrecht misschien. Oh, dat wist ik ook. 495. Oh! Het is Amsterdam! Het is Amsterdam! Ik dacht dat het geen Amsterdam je was. Je kon het denk ik nog wel herkennen aan die tram, denk ik. Ja. Ja, want ik zag dat meteen al bij die tweede foto, dat er van die tram dingen hongen. Dames en heren, ik zit abonneetjes even te bekijken. We zitten bijna op 740.000! Ja, we zijn afgelopen week enorm gegroeid, dus dankjewel daarvoor. En mijn doel is natuurlijk om die 750.000 voor het einde van het jaar te halen, maar ik denk dat net niet gaat lukken. We hebben nog iets minder dan een halve maand, dus we moeten het allemaal even zien. Ben je nog geen abonnee? Abonneer dan nu gelijk even op mijn kanaal. En daarnaast heb ik misschien ook een leuke actie voor jullie. Zoals jullie misschien wel weten ben ik ambassadeur van Samsung. En dat betekent alleen maar leuke dingetjes. Ik mag bijvoorbeeld deze maand 15% korting aan jullie geven met de code HARMXSAMSUNG op elk Samsung product wat jij ook maar wil. Dus dat lijkt me oprecht een hele goede deal. Sta je op het punt om iets te kopen, gebruik dan even die code. En dat kan je dus enorm veel knaken schelen. Dus dat is toch hartstikke mooi. Laten we verder gaan met de video. Abonneer. Harm? Yes, mag ik? Oog open. Oké. Wauw. Wat een prachthuis. Wat een prachthuis. Nou, hier moet ik even mijn stropdas recht voor doen, want dit wordt een lastige. Doe trouwens ondertussen ook lekker even mee in de comments. Wat denk jij wat deze huizen allemaal waard zijn? Ik ben erg benieuwd. Oké, ik heb het idee dat dit, ik denk dat dit ergens aan de grens van Nederland is of zo. Zo'n idee heb ik. Het is ongeveer 200 vierkante meter aan woonoppervlak. Het is een beetje oud ingericht. Maar het is echt wel een mooi huisje. Ik wil even, ik skip. Dit is echt een postzegeltje. Dit is echt een klein kakhuis. Ik dacht dat er een hele grote tuin achter zat, maar dat is het niet. Ja, dit is niet duur. Dit is ongeveer een 1960 woning. Misschien 1950 of zo. Het is ongeveer 200 vierkante meter. Maar het ligt er natuurlijk aan waar dit staat. Ik denk 180k. Weet jij uit welk bouwjaar zo'n huis komt? Ja, dat kan je toch een beetje gokken. 180k. Oeh, wat? Zit je toch een ton naast, overpriced, man. Maar hey, het perceel. Oh, dan wacht. Het wonen. Oh, ik dacht dat 200 was. Perceel is 200. Energy label F. Ja, dat dacht ik al. Fantastisch. Wacht, uit welk jaar komt hij? Zat ik daar wel een beetje goed of niet? Ja, 58. Ja. Lekker hoor. 95. Oké, Jeroen. Oogjes dicht. Oogjes dicht. Oeh. Wauw. Jeetje, wat een woning. Hier zou ik wel willen wonen. Nou, wat is de eerste ingeving? Is het stad? Is het dorp? Nee, dit is waarschijnlijk een dorp. Door al die bomen die je eromheen ziet. Ja, ja. Rieten dak is volgens mij minder waard. Gewoon puur omdat het kan lekken. Je hebt onder zoveel tijd heb je... Nee, niet. Oh shit, je zag het. Nee. Ja, nee, dat is wel duur. Oké, we gaan erheen. We gaan even... Wat een prachtig plekje. Wat foto's. Een prachtig plekje. Ja, bij het water. Dit lijkt echt net de Efteling trouwens, dit. Ja, echt mooi. Echt heel mooi. Oké. Wauw! Oké. Dit gaat in de millies lopen. Het is ongeveer gebouwd in 1950, 1960. Weet ik veel. Het zijn allemaal kleine kamertjes, dus het is best wel moeilijk om te zien of het nou heel
heel groot is of niet, maar van de buitenkant leek het vrij groot. Ja, ja. Mooi uitzicht op het onthoud water. Onthoud goed. Oh, wat de f*** is dat een sound? Nee. Onthoud goed, hè? Locatie bepaalt zoveel. Ja, klopt. Oké, dan is dit de laatste foto. Gok maar. Ik heb echt geen flauw idee waar dit is, man. Het is een willekeurig dorpje bij het water. Maar ja, een dorpje. Maar ja, je moet dan snel zeggen, in de buurt van Amsterdam is ook al kapot duur, hè? Ja, daarom. Misschien juist duur die dorpjes daaromheen. Gaat het meer naar de grens? Gaat het meer naar noord of naar zuiden? Dat weet ik nog niet. Doe gakkie. Ja, ik denk dat, dat dit... Ja, het kan, als het dicht bij Amsterdam is, dan kan het zo 1,5 miljoen zijn. En als het, weet ik veel, ergens in Zeeland of Brabant is, daar is het toch vrij goedkoop duizen. Ik zeg niks. 950.000. Nee, hij is wel een milli, toch? Nee. 900.000 euro. Rond. 950? Nee, 900. Auwe, je bent pittig close. Oeh, je bent pittig close. 850. Wauw. Waar lag hij? Waar Lekker is man. Het? Alkmaar. Alkmaar. Het is nog best dicht Amsterdam, maar het is niet super duur. Alright! Lekker man! Woo. Ik heb het idee dat appartementen moeilijker zijn om te raden. Ja, dus die zijn pittig. Ik ga een appartementje doen, man. Nee! Oh, hij gaat sowieso... Dit staat ook leeg. Oké, let's go! Oké, nou, vrij nieuw. Een flatwoning kan echt heel goedkoop zijn, hè? Vergeet het niet. Ja, oké. Dit ziet er heel keurig uit. Het is gewoon netjes. Heel netjes dit, heel netjes. Best ruim. Oh, wauw. Prima keuken nog. Het is echt heel nieuw allemaal. Maar best een klein keuken. Het is ongeveer, ik denk ongeveer, wat zal het zijn, 80 vierkante, nee, misschien 70 vierkante meter aan woonoppervlakte, denk ik, zoiets. Hele mooie douche. Dat ga je terugzien in de prijs. Dit is de laatste foto. Waar zit hij? Dat is de vraag. Is het een penthouse? Dat is letterlijk niet... Wacht, kan ik het zien of het de penthouse is? Oeh, deze wil... Ja, we moeten ook locatie raden. Oh, eens even. Je kan het ongeveer wel zien van ja, een beetje wel. Ik denk dat het de enige... Hij is in het midden ongeveer. Oké. Dus het is een beetje midden. Maar dan een locatie. Locatie bepaalt alles. Als dit vlak bij Amsterdam is, is dit ziek duur. Dan kan dit wel 8 ton zijn. Maar echt? Als het ergens aan de grens van Nederland is, bij Duitsland, dan is dit misschien 150.000 of zo. Het is sowieso meer dan 150.000. Dat moet wel. Okay, ik had echt gedacht dat jij 50 of 60.000 zou gokken. Nee, jongen, nee. Weet ik veel. Ik dacht dat flatwoning heel goed was. Nee, zeker niet. Ik zou zeggen, ja, ik weet die locatie niet, dus ik ga er een beetje tussenin zitten. Ik zou zeggen 300.000 euro. 350.000. Oeh, je had het niet moeten aanpassen. Je zat er fucking dichtbij. Ja, ik zat best dichtbij. Oh, jammer. Ik dacht dus juist, dit is een van de duurdere flatten die je gaat vinden. Want het is in Rotterdam. Het is in Rotterdam? Ja. Dit is... ik moet me schamen voor mijn makelaars. Jongen. Ja, je moet een ander baantje vinden, Harm. Dit ja. Ook niet. YouTube was niks. Makelaars zijn is niks. Wat gaat het nou worden? Hou je bek, joh. Ga je gang. Oeh. Het is sowieso een joekel van een huis. Zijn dit er twee of is dit één grote? Het zijn er twee. Het zijn, overduidelijk. 9 en 11. Dit is overduidelijk een 2 onder één kop. Oké. Het is niet een hele grote woonkamer. Van buiten leek het grote. Alhoewel, loopt nog door naar de keuken. Best wel een hele ruime keuken. Mooie keuken, ja. Trappetje hier omhoog. Dat is slaapkamer nummer 1. Balkon. Is dit een andere slaapkamer? Ja, dit is een kantoorruimte. Nog dat een kamer. Dat telt op. Het zijn veel kamers. Grote zolder. Klein achter. Oh, prima, best hoor. Wel redelijk. Zit prima, ook nog een klein tuinhuisje in. Ja. Dat was hem, Jeroen. Ga je gang. Wat... Waar is dit? Is de grote vraag. Ja, dit kan overal zijn. Ik denk dit niet eens dat je daarover nou hoeft te denken. Ik denk niet dat dit bij Amsterdam. Oké, ga niks zeggen trouwens. 4 ton? 4 ton. 4 ton. Oké, hij gaat voor 4 ton. 4,89. Oeh. Gast, het is bijna net zo duur als jouw huis. Is op zich nog wel. Wacht, waar is dit? Dit is Nijkerkveen. Dit is een nieuw huis, hè? Nou, Jeroen, ga je gang. Oké. We gaan even iets anders doen. Oh yeah! Heeft hij ook een beetje verstand van de big motherfucking houses? That's the question. Holy sh**. Kijk dan. Oké, we gaan gewoon deze doen. Oh, yo. Wat? Oh, yo. Je zou in maar wonen. Wow. Man. Dit is echt insane. Wow. Ik heb maar 5 foto's. Hou je bek. Wat is dit? Zijn er geen binnenfoto's? Nee. Sowieso dat er een filmpje Dat hoeft niet. Ik hoef dat niet te zien. Want ik ga toch gaan gokken. En je hebt jezelf misschien een beetje verraden. Je zei dat je ging sorteren op prijs. Ja. Verder hebben we helemaal geen criteria, ook geen plek, dus het kan letterlijk elke prijs zijn. Dus ik denk 17 miljoen. Ik weet het niet meer. Ik heb niet echt gekeken. 9 miljoen! Oh! Ah, je zat er maar 6 of 7 mil naast. Echt, dit is het dubbele.
jij hebt gesorteerd op de allerduurste huizen. Ja, ik dacht gewoon de duurste had aangeklikt. Is het duurste huis op Vinnen 15 mil? Dat vind ik oprecht meevallen. Ik bedoel, dit is door heel Nederland. En dit is elk huis in Nederland te koop staat. Oeh, dit ga je leuk vinden. Dit ga je leuk vinden. Ja hoor, je rondje. Kijk maar. Haha! 104 foto's! Oké, ja. Niet! Kijk er 20 in. Ja, prima. Je niet te zien, het gaat om de middelste, neem ik aan. Die grote hamer, de zwembad erachter. Nee, het gaat om die kerk erachter. Godver. Oeh, er zit gewoon een gracht omheen, joh. Oh, dat is sick. Wauw. Sick. Er zit gewoon een gracht dat omheen. Dat is zo sick. Zwembad, gigantische tuin, gigantisch huis ook. Maar het andere huis was echt vies. Dit is sowieso niet veel meer dan 3 miljoen, denk ik. Misschien 4 miljoen. Als die andere 10 was. Ah, dit is insane groot. Kan je wel doorheen skippen, maar... Mooi man. Oh, prachtig. Veel ruimte. Ja, top. Goed. Ik denk 3,5. 3,5. Oh, jij bent goed bezig. Hij was 2,8. Ik vind het nog best prima. Ik zou echt alles tussen 2 miljoen en 10 miljoen kunnen zeggen, denk ik, voor deze. Yep, ja. Je doet het goed, man. Zo benieuwd of je gaat raden waar dit is. Je mag je ogen open doen, trouwens. Oké, mooi huis, ziet er goed uit. Dit is geen 2 onder 1 koop. Ik herken nu al waar dit is. Echt? Oh, dat had ik helemaal niet moeten zeggen, dat is echt dom. Ach, oh, dat is echt heel dom. Dit is bij jou in de straat. Het is niet in mijn straat. Oké, je hebt jezelf verraden. Ja, lijp groot huis. Denk meer dan 200 vierkante meter woonoppervlakte. Ik zou zeggen 840.000. Ik ben oprecht niet goed. Ik ben oprecht niet lekker bezig. Halve mil, dit is echt nieuwste ooit, 2010 of zo dit, of niet? Ja, dit staat er nog niet lang. 2017! Ja, het is echt insane. Right, ik heb er eentje, man. Oh yeah. Oh yeah, ga je gang. Nummertje 41. Wat een tophuis. Wat is dit voor gekke bungalow? Zit het rook ook? Is het rook ook? Het is wel mooi, man. Het heeft wel iets. Maar het is een bungalow, toch? Ja. Wat is hier? Zie je dat? Hier, daar zit ook nog iets. Het is net alsof we twee huisjes zijn. Ja, ik klik hem aan, maar ik heb ook helemaal niks gezien, joh. Dit is heel gek. Dit lijkt op een soort kantoor of zo, man. Dit is een fietshok. Ja, oké, dit was gewoon nog een schuurtje die erbij zit. Best wel veel grond hebben ze, veel oppervlakte. Ja. Ook al is het allemaal modder. Okay. Oh, nou, dit zegt wel veel. Ik zou niet zeggen dat het snel bij Amsterdam zou liggen. Nee, zeker niet. Dit is een dorp ergens. Het leek ook absoluut niet groot. Echt maximaal misschien... Hou gewoon je bek. 120 vierkante meter. Hè? Oh. 4 ton. Nee, wacht, stop. Nee. Oh, we trappen het hele huis de grond in. 4 ton. 2 mil. 2 ton. Nee, 2,30 ongeveer. 2,30, 2,50. Oké, ja, daar herpak je jezelf heel goed. Woo! Wow, jij bent zo lekker bezig. Je zit er 39k vanaf. Maximaal wow. 5 ton. Als laatste ben ik aan de beurt. Ja, man. De allerlaatste. Nou, ga je gang, zou ik zeggen. Let's go. Ik ben ondertussen trouwens lekker aangeschoten. Even dat je het weet. Die whisky, die hakt erin. Zo hoort het. Yes. Ja. Alright. Best een mooi huisje. Oké, ja. Ziet er mooi uit. Top. Oké, niet het nieuwste. Mooie wijnkast. Wel dat ruim. Kan ik waarderen. Wel lekker ruim inderdaad. Oké. Prima keuken. Oké, ik denk wel dat ik een beetje... Ik denk ongeveer 4 ton of zo. Prima. Oh, het ligt wel echt waar. Waar zou dit staan? Waar zou dit zijn? Je zou wel kunnen raden waar dit is. Oeh, dit is wel duurder denk ik hoor. Ik denk wel dat dit 5 ton is. En dit is een hele dure wijk. Ik zie daar allemaal dikke Audi's. Ja, ik zou zeggen deze is toch wel even een goede, hele mooie, forse 5 ton. Ik zou zeggen 5 ton. Dus verdomd in de buurt, kerel. Oké. 50k vanaf. Nice. Woe. Keurig. En daarmee sluit het af. Ik ga deze whisky killen. En dan ga ik mezelf helemaal bezatten. Want dat is wat makelaars doen. Doen niks anders dan zichzelf bezatten en huizen verkopen. Bedankt voor het kijken. Jij zit hier trouwens echt aan een goedkoop biertje. Gast, maar het is nog steeds kloktober, oké? Het is wel goed bier. Het is goed bier. Abonneer nu. Goed bier. Ik wil geen echte beetje. Oké, ik moet die opname gewoon uitdrukken. Dat is gewoon... Filmt hij nog?